Het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen is donderdagmiddag feestelijk heropend. Het ziekenhuis heeft de afgelopen tijd een renovatie ondergaan en is momenteel weer helemaal klaar voor de toekomst. Zoals ze zelf zeggen, je komt er liever niet, maar als het dan toch moet, wordt er goed voor je gezorgd. Ja, wij hebben een feestje in het Radboud UMC Amalia Kinderziekenhuis. We bestaan namelijk 10 jaar. We dragen nu al 10 jaar de naam Amalia. En daarnaast hebben we een aantal van onze afdelingen helemaal verbouwd. En die zijn weer spliksplinternieuw en helemaal innovatief. Helemaal nou, zoals je het hebben wilt als je dan toch met een ziek kind in een ziekenhuis moet zijn. Kijk, het Amalia Kinderziekenhuis hebben we inmiddels al zo'n 20 jaar in ons midden. 10 jaar als Amalia Kinderziekenhuis. En het is nog steeds een ziekenhuis ontwikkeld. Dus vandaag worden er weer wat nieuwe afdelingen, wat groter, wat mooier gemaakt. Wat ik zelf belangrijk vind, gaat niet om het mooier en het groter maken, maar alles steeds meer gericht vanuit het kind zelf. Dus niet alleen een bed waarin het kind komt te liggen en waar je het verzorgt, goede doktoren om te helpen, maar ook echt vanuit het kind om het zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen. Want ja, je komt natuurlijk niet zomaar in een ziekenhuis. Hè. Dit is natuurlijk soms best ernstig. En dan helpt het natuurlijk ook wel als je in een omgeving komt die gewoon heel plezierig is, waar mensen je echt alle zorg geven, meer dan alleen het medische. En dat vind ik het mooie aan dit vernieuwde Amalia Kinderziekenhuis. Jan Peter raken en niet geplaatst, maar dat is voor later. Nou, knip hem maar. Knip hem maar, meisje. Knip hem maar door. Dat is natuurlijk ook de spreekwoordelijke grond op ons werk. Ja, het is echt gewoon veel mooier geworden, veel kindvriendelijker ook. Oh, een kinderziekenhuis, daar hoor je gewoon prettig in te kunnen zijn. Maar we horen wel van de ouders dat ze het heel prettig vinden, ja, hoe we het een en ander op dit moment hebben georganiseerd. Nou, ik ken het ziekenhuis al voor vandaag en het is en blijft gewoon een heel fris ziekenhuis. Hè. Die lichte kleuren, oranje natuurlijk, vanwege de kroonprinses. Dus er straalt ook heel veel openheid uit, hè, het glas wat hier is. En het is niet meer te vergelijken met mensen die misschien 10 jaar geleden voor het laatst in het Radboud UMC zijn geweest. Het ziekenhuis is echt op een andere manier en laat daarmee ook zien hoe we zorg tegenwoordig veel meer laten zijn dat mensen naar het ziekenhuis komen, in een bed leggen, opereren, iets doen en dan hopelijk een keer weer naar huis gaan. Alles is nu eigenlijk gericht het zo aangenaam mogelijk te doen en eigenlijk ook zo kort mogelijk, hè, zodat je zo snel mogelijk weer thuis in je normale leven kan verder gaan met je leven, met je herstel.